Nu bij RTL 5. De schoonheid in Thailand. Eén beauty redt het niet. Maar wie blijft kijken? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ici Paris XL, Alice, Grazia en Nice and Wild van XX by Max. Serieus, ik kom er mee. Echt, schrijf me mijn fucking uit. Ik heb geen conditie. Ik kan dit gewoon niet klaar. Nou, Patrice, niet zeiken. Je hebt de helft niet meegenomen. Ga niet zeuren, het eind over een boot. Wat de fuck voel je aangevallen? Ja, dat doe ik inderdaad. Ze moet nou echt gaan uitkijken, want ik mag er echt niet. Stom, kut Barbie. Dankjewel. Maybrit, we vonden je geweldig. Maar ik moet je nu toch vragen om de topmodel steeds te verlaten. Yes, doe ik. We hebben vier potentiële topmodellen die zijn klaargestoomd voor een mooie carrière. Maar voor wie is er plek in de grote live finale van 2 juni? Nou, Maybrit is weg en daar zit je dan met al je vrienden, maar niet heus. Hey dames. Nou, op mezelf. Nogmaals. Ja, proost. Ik vind mezelf gewoon heel leuk. En ik ga gewoon winnen. We zijn allemaal prachtig. Het is heel grappig dat ik een van de eerste afleveringen heb ik gezegd van... Ik denk dat ik in die finale kom met Ananda en Yvette. Ja, ik kan veel gaan voorspellen, maar ik hoop gewoon dat ik... Jij, Patrice en... Hoe heet ze ook alweer? Ene. Met het cocktailglas. Nee, Yvette. Jou, ik denk dat jij ook in de finale komt. En niemand noemde mij. Net alsof ik niet zoveel kans maak als hun. Ik denk dat jullie mij onderschatten. En dat jullie heel goed denken dat jullie het nu allemaal weten. Maar ik denk dat de jury ook op hele andere dingen gaat letten. Ja. Ik weet even goed dat ik natuurlijk net zoveel kans maak als hun. En misschien nogal meer omdat ik wel over een persoonlijkheid beschik en de rest niet. En iedereen die neemt dat niet mee in zijn oordeel. En ja, daar was ik wel verbaasd over. Ik wil dat jullie er zo goed uitzien waar jullie naartoe gaan. Dus ik heb hier jurkjes en apens bij me. En die moeten jullie aantrekken terwijl we op weg zijn, of tenminste op weg zijn naar de locatie. En als je uitstapt moet je het jurkje aan hebben. Voor jou eentje. Voor jou eentje. En voor jou eentje. Succes. Ja, maar die jurken zijn echt zo mooi, maar echt heel veel om aan te trekken. Deze moet je echt omhoog vouwen. Ja, jij trekt hem dicht en dan trek ik hem omhoog. Dit zijn gewoon allemaal catwalkmaten. En ja, als je daar niet in komt, ja... Ja, dat kan niet. Ik probeer of je dit al gevonden kan krijgen, want deze mevrouw heeft een derrière. Yvette zit met de derrière, Ananda zit met de derrière. Ik zit met mijn heupen en mijn hammetjes, zo hebben we allemaal eigenlijk wel wat. I have the behind. Nou, Patrice die is gewoon echt way too chubby. Wow. Arm is uit. Die jurk zijn gewoon onwijs strak en ik weet ook wel dat ik geen maatje 34 heb. Uiteindelijk zat ze er dan helemaal ingeplet en toen hing de reet alsnog onder dat jurkje uit. Het valt me wel op dat Jennifer de enige is met echt een afgetraind lichaam terwijl ze niks verdoet. En zij is ook de enige die echt in elke jurk komt. Op een gegeven moment stappen we uit en we kijken om ons heen en dan zien we een heel poepig klein olifantje staan. Op de olifant vond ik echt geweldig. Ik had echt nooit verwacht dat ik echt op een olifant zou zitten. En ze waren zo groot en toch echt lief. En ze luisterden echt goed naar die mensen. Nou, ik droomde er altijd over van om op een olifant te rijden. Of op een kameel of zoiets. Dus ik vond het echt helemaal te gek. Is ons aan het plassen? Ons is aan het plassen! Yeah. Wel een beetje eng als ze over die rare weggetjes moesten lopen. Dan dacht ik echt... Niet over die stenen, mensen! Kijk, nee. Wat voor rindieren! Uit de wildernis stak ineens de 2 meter lange Philip Richards. Dus wij hadden iets van, wat doet hij nou weer hier? So what we're going to do today is we're going to have a Philip's teaching class. Philip's the teacher today. Okay, there's one photo shoot before the final and you know that is a huge part of if you go through.
And so today is like a little coaching tip for that. Is that it? Yeah. Bij Patrice is het meestal op het begin dat ze een soort van aanstelt. Dan vindt ze alles eng en dan gaat het best wel moeilijk. And you're going, look at your mouth. And it's not in your mind. Je moet toch wennen aan nieuwe dingen. Ik denk dat iedereen dat heeft. Dus ja. En als ze daarover zeiken, dat is dat hun probleem en niet de mijne. Okay, look at the way that you're standing. Yeah, no good. Okay, so you need to look at the dress before you start. See the way it's all gathered in here? By doing this, you don't show the dress in a good way at all. Remember, you're selling a dress and you're creating a mood. The picture, make the picture. Beautiful, beautiful. Great. I've booked girls again for commercial jobs that weren't the most beautiful. But, you know, as a photographer and a model, you want to have a connection. Yeah, look at me. Beautiful, that's really good. Okay, come on, you can do it, because you just wowed me. Yeah, just go for it and really try different things. Drop your face to me. Look at me. Beautiful. Turn your shoulder, you've got to turn your shoulder. Yeah, there, that's it. Je staat gewoon echt dicht bij die olie van die ogen en voel je echt... Dat maak je nooit mee, dus ik heb er gewoon echt iedere kans gepakt die ik kon nemen om... dicht bij die olifant te staan. Okay, meisjes, we're done. Don't let me steal the photo. One. Yay, that's a wrap, girls. Ik ga jullie omtoveren tot heuse Thai poppetjes. Oh, wow. En ik ga jullie liggend voorzien van een Thaise make-up. Oké, cool. Ja, dat is iets van liggend. Waarom? Bijvoorbeeld de shows in Parijs. Daar heb je ook niet hele luxe cabines voor haar make-up. Daar liggen de meiden op de grond. Zitten op een bierkratje. Dus de luxe die we tot nu toe gehad hebben in de studio's... was heel erg groot, maar ook zeer onrealistisch. Soms moet je het doen met de middelen die je hebt. Nu zijn die hier nog redelijk comfortabel. Dat is deze mat. Ik heb het nou, kijk naar Ananda. Ja, bij Ananda zag ik het al. Zo zie jij het. Oh, en jouw wenkbrauwen zijn iets dikker, zwart en langer. Okay, girls. Hallo meiden. Hey. Welkom op deze prachtige locatie. Thais dansen is heel erg belangrijk in de Thaise cultuur ook. Het gaat vooral over controle van je lichaam. En ja, alles moet meewerken eigenlijk. Om jullie dat te leren is hier vandaag Miss Pla. Welkom. In Thailand, so important to us. When we dance, the first is your hand, like this. And on the time when we dance, on the time, smile. Okay, start. One, two, three, four. Toen we dat aan het doen waren, dacht ik wel ook van... ja, ze hebben gelijk, dit is om bewust te worden van je lichaam, van die standen. Dat je gewoon precies kan doen wat iemand anders zegt. Dat heb je ook met poseren. Als ze zeggen, moet je vingers zo houden op een foto, moet dat ook gewoon. Hoofd hoog, again. Ananda deed het op zich heel aardig, maar die houdt van Thaise cultuur. En dat zie je dan ook meteen terug. Ze was gefocust, ze deed misschien niet top, maar ze deed wel goed mee. Dames, ik hoop dat jullie wat van Thaise dans hebben geleerd. En die controle daarvan ook gebruiken bij jullie volgende shoot. We bedanken mevrouw Pla en jullie kunnen gaan. Oké. Ik vind het fantastisch dat je dit doet. Je bent voor mij een topper. Veel plezier, sterkte, vooral lief, dikke kus, mama. That was great. Tot zo bij Holland's Next Top Model. Airways. 16 uur. Dus? 4 uur, nog een kwartier. Ja, dus?
Moeten we zelf Bangkok Airways? Koffer inpakken of zo? Ja, dus echt om 4 uur moesten we op het vliegveld staan. En dan ja, oké. Okay. We keken elkaar zo aan. Ja, dan gaan we maar als een achterlijke inpakken. Hallo dames. Hoi. Welkom in Bangkok. Een goed model heeft contacten over de hele wereld. En ik ken hier dus ook wat mensen. Vanavond gaan jullie die mensen ontmoeten. En het is de bedoeling dat jullie daar een goede indruk bij achterlaten. Als je een ontmoeting hebt met belangrijke mensen uit de fashion industry, potentiële klanten dus, moet je goed voor de dag komen. Want er zijn 2 indrukken die